En wat wij vandaag gaan doen is, we gaan allemaal zo meteen in dit mooie badje stappen. En dan gaan we kijken wie het langst in deze jacuzzi kan volhouden. Jongens, het is tijd om erin te stappen. Goed, we gaan even een potje steenpje schaar doen. Wie een bak kan het water over zich heen krijgen? Goed. Oké, wacht even. Zie je me? Nee. Niks? Nu? Ja, weer wel. Iets dieper. Ja, nu. Ja. Woe! Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag gaan wij weer iets superleuks doen. Zoals jullie weten hebben wij hier een supermooi vakantieappartement met heel mooi uitzicht aan zee. Het is eigenlijk geen vakantie, we zijn hier puur om te werken. Soms gaat het niet omdat jullie hier allemaal bij het huisje staan. Maar goed, daar hebben we al lang wat van gezegd, dus gaan we nu ook weer niet over zeuren. Deze video is in samenwerking met 1jacuzzihuren.nl. Wil je nou ook zo'n supermooie opblaasbare jacuzzi aan huis hebben? Hij wordt geleverd en je kan hem lekker gebruiken. Het water kan tot 40 graden, super lekker warm om in te zitten. Dan moet je even het linkje in de beschrijving checken voor deze te gekke toffe jacuzzi. Dat was echt net een reclame. Ik moet echt, willen jullie nou dat ik reclames in ga spreken? Gewoon lekker laten weten in de comments, dan ga ik gewoon een reclametje inspreken. We gaan iets super tofs doen vandaag. We zijn namelijk met heel soortje ongeregeld, behalve Bas. Die is vandaag helaas niet bij, maar we zijn wel met Tim, Lars, Mees en ikzelf natuurlijk. We hebben hier dus ook een super mooie jacuzzi met bubbels en alles erop en eraan. En als ik zelf skate laat in het bad, dan heb ik ook bubbels. Er zit wel een beetje zeeps op in. We zijn hier al een poosje en af en toe zijn we vervelend, dus hebben we een bron helemaal volgegooid met zeep. Is niet helemaal de bedoeling, maar wel super leuk. Dus misschien gaan we dat zo meteen ook weer doen. En wat wij vandaag gaan doen is, we gaan allemaal zo meteen in dit mooie badje stappen. En dan gaan we kijken wie het langst in deze jacuzzi kan volhouden. Heb je nu al veel zin in deze video? Laat zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Ja, jij daar. Dan moet je natuurlijk even abonneren. Ik vraag het super vaak. We zitten bijna op de 130.000 abonnees. En je moet gewoon even abonneren. Ik snap niet waarom je dat nog steeds niet doet. Ik wil ook gewoon die 200.000 abonnees. Dus abonneer. En laten we dan gelijk beginnen met de video. We hebben hier Tim. Yes. Tim is een van de mannetjes die mee gaat doen. We hebben hier binnen, daar zit Lars. Kijk. Yes, hij is even aan het eten. Nou Lars. Goed, moet natuurlijk ook. Mees zit natuurlijk ook nog binnen. En dat zijn de jongens die samen met mij vandaag in de jacuzzi gaan zitten. Het is een vierpersoons jacuzzi, dus het wordt lekker knus en gezellig. En wie er het langst in kan blijven zitten, die wint natuurlijk. Vorige keer deed ik het allemaal met geld. Vandaag gaan we het een keer niet met geld doen. Ik ga gewoon kijken hoeveel mijn vrienden over hebben voor mijn video's. Dus ik hoop dat we er gewoon lekker lang in blijven zitten. Dit is het mooie bad. Er zit een beetje zeep in. Hij is groot genoeg en hij is momenteel 40 graden. Holy shit. En 40 graden in een jacuzzi is nog wel redelijk vol te houden. Het is niet te warm en niet te koud. Dus het is helemaal top. Ik ga zo meteen tegen de jongens zeggen dat ze spullen moeten pakken om zichzelf voor te bereiden. Om zo lang mogelijk in de jacuzzi te blijven zitten. Dat ze zich niet gaan vervelen. En dan moeten ze in de jacuzzi gaan stappen. Dus laten we naar binnen gaan en de jongetjes hun spulletjes laten pakken. Oké. Okay. Zijn jullie klaar voor wat wij gaan doen? Ja! We gaan naar de McDonald's. 48. Ik ga vandaag testen hoeveel mijn vrienden over hebben voor mij. Ik hoop echt superveel. Zou anders heel kut zijn. Ja, doe even je shirtje uit. Gaan jullie nu zo in het jacuzzi stappen of gaan jullie nog dingen pakken om jezelf voor te bereiden? Ja, ik heb nu een telefoon. Oké, okay, goed zo. Ja, ik heb ook mijn telefoon daar. Dat is genoeg. Oké, okay, nou ga... Ik heb mijn Xbox, die ga ik even pakken, is dat goed? Ik ga ook met mijn segway erin. Niet in het bad. Ja, pak, je mag je Xbox pakken. Ja, wacht even hoor. Ik heb echt nog een top idee wat ik ga pakken. Ik moet natuurlijk de jongens een beetje kunnen irriteren. Dus ik heb hier een tas. En hier in die tas zit een hele mooie toeter. En die ga ik meenemen om de jongetjes een beetje te irriteren. Mees loopt mee. Mees loopt echt met zijn Xbox hier. Jongens, het is tijd om erin te stappen. Ga er maar eventjes lekker in. Oh, wat lekker. Ja, top. Tim, je weet dat je er nu niet meer uit mag. Lars. Mag ik er nu niet meer uit? Nee, ja, nu mag je er niet meer uit. Oh, wat ligt erin dan? Wat? Timo, wat is dat? Ligt er van een pan in? Ik dacht dat ik alles uit het bad had gehaald. Nou top, die hebben we niet meer nodig. Wel. Mees, wat heb jij? Dat is wel echt lekker. Pomp? Even op, waarom op, een pomp? Pompen. Oké. Nou, Mees, ga er lekker bij in. Kijk, ik heb lekker een handdoek jongens. Jullie niet. Nou, hier mogen we allemaal wel even onze handjes schoonmaken. Want ik ben niet zo streng. We hebben hier de telefoontjes en die mogen we allemaal gebruiken. Maar we mogen in totaal allemaal maar een kwartiertje erop. Verdeel een beetje je tijd met de telefoon. We hebben nog allemaal andere leuke dingetjes. Dus we gaan ons denk ik wel vermaken. En wil je nou het bad uitstappen, dan stap je lekker het bad uit en dan heb je niet gewonnen. Het is zo koud hier. Jullie moeten niet even gaan aan, want dan kan ik mijn benen zien. Oh, ja, dat kan. Oh, dit is zo lekker warm. Oké, okay. Het bad overstroomt bij, moet je kijken. Zo. Ja, maar daar liggen de telefoons, jongens. Jongens, hier liggen de telefoons. Oh, mijn telefoon ligt er dichtbij. Oké, we hebben al wel een beetje een goede indeling. Mees, niet aan zitten in dit bad. Maar wat niet... gebeurt er als ik zo je benen nee, zo... Nee. Mees.
Dan verzuip ik bijna, Mees. Als jij nou die pakt, pak ik deze. Nou, Oké, ja. Maar dan gaan we zelf. Zat er. Nee, echt. Want mijn is niet meer waterdicht, zeg maar. Nee, die van jou is nat. Hallo. Echt, god. Wat in die telefoon is het? Oh, het is zo dom weer van jullie. Ik kan hem opladen dadelijk, denk ik. Nou jongens, we gaan er eventjes lekker in blijven zitten, 5 minuutjes. En dan gaat iemand het zo heel moeilijk maken voor ons. We gaan eventjes gewoon lekker zitten, 5 minuutjes. En we gaan even helemaal niks doen. Gewoon even ontspannen. Zen. Zen. Hey, nu even. Hoi. Nee, niet echt ontspannen. Nee, alles wordt weer nacht nu. Nee, we hebben nog geen 30 seconden vastgehouden. Oké, okay, nou even iets langer. 2, 1. Oké, poging 3. Degene die het verpest, moet 1 minuut staan. Maar hoe weten we wanneer 1 minuut voorbij is? Gaan we niet checken. Yes, we gaan beginnen in 3, 2, 1. Is al voorbij hoor. Ik had al tot 60 geteld. Yes! Lekker! Dit hebben we even overgehaald. Nou, top. Nu gaan we gewoon even chillen. Oké. Nicole hoort bij mij. Zullen we eerst even over Lars doen? Of nee, we gaan even steenpjes schaar doen. Ja. Is dat koud water? Ja. Goed, we gaan even een potje steenpjes schaar doen. Wie een bak koud water over heen krijgt. Jij zit al klaar. Gaan we. Steenpjes schaar. Timo, waarom doe je altijd papier? Jullie zijn zo dom. Ik wil nog zeggen, doe alsjeblieft schaar, want hij doet papier. Oké, nog een keer. Schaar. Ja, ik ben het niet. Nou, top. Oh, meest is te verliezen. Ik vind dit oprecht niet zo erg. Nou, ik vind kom het maar. Best chill. Ja, dat is wel hoe lekker koud eigenlijk. Is het eigenlijk? Ik heb het niet gevoeld. De volgende moet je gewoon in de vrieskast zetten. Doe je het snel of langzaam? Nee, doe maar gewoon in één keer. Oh, ik voel de spet dus ook gewoon. Dat is die hulpje hoor. Oh, koud. Er komt gewoon stoom vanaf. Oh, mag ik dit ook? Ik wil er ook aan. Wil je dat ook niet? Ja, doe maar. Oh, mees. Ja, we hebben het gelijk gehad ook. Niet doen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Alleen degene die verloor, toch? Nee, ik wil het ook. Nicole, heb je zin om nog eentje doen over Tim? Tim wil het gewoon. Yes! Nou! Nicole! Daar gaat Tim! Oh ja, dit is wel koud. Dit is inderdaad koud. Het is wel lekker, hè? Hoi. Dat is heel raar, want het is heel gek, want je hebt koud en fucking warm. Ja. Dat heet kwarm. Hoe heet dat? Kwarm. Oké, let op. We gaan onder water ademen. Oh! Stilpan! Kijken of dat kan? Nee, niet zo. Dat gaat niet lukken. Zo ja. Ja, zo. Het gaat zwaar. Het helpt wel om je onder water te doen. Ik kon hem aan, Timo. Oh, het lukte, hè? Ja, het kon echt totdat ik over de kop ging. Ga ik ook even. Ja, probeer maar, serieus. Je kan echt onder water met deze pan. Lars, wat doe je? Ja, maar. Ja, zo, nu recht onder water. En nou moet die pan. Nee, kijk maar. Ja. Lukt het hem nou? Ja. En het kan echt! Op een gegeven moment heb je geen water meer over. Jawel? Nee. Op een gegeven moment stik je je eigen aan. Je zei op een gegeven moment heb je geen water meer over. Ja, weet ik, maar ik heb het niet. Besef dit, we zijn met een pan aan het spelen in het water. Different. Nou, het kan. Superleuk. Dit ga je dus doen als je verveelt in een jacuzzi. We hebben een leuk ideetje. We hebben met Nicole. En Nicole heeft iets lekkers meegenomen. En het is. Oeh, citroensap. Lekker, lekker. Degene die het laagst gooit, die moet 2 slokjes nemen. Ja? Oké, okay, Lars. Jij mag als eerst gooien. Ja? Laagste moet 2 slokjes drinken. Laagste gooien? Oké, dat is even voor. Nee, je moet wel. Nee. Yes, 2, ja, dus moet jij drinken. Nee, dat is toch een grapje. Nee, dat is geen grapje. Snappen de grap niet, hè? Nee, kijk, die snappen dit niet. Dit is hoog gooien, dit is laag gooien. Oh. 5. 5, lekker. Tim. Kan ik die tactiek ook doen? Oh, het is geen tactiek, maar het is een dagdiek.
Vijf! Nee, oh, vijf! Nee, ik ga weer genaaid worden. Oh. Dan heb ik twee keer achter elkaar de challenge. Huh, ah. Eén voor mij! Ja, wat doen we? Allebei opnieuw dan. Nee. Of Stimpy Schaar. We gaan allebei opnieuw gooien. Allebei opnieuw. Nou. Oh, twee. Nou, Timo, succes met drinken. Vier. Vier. Nice voor jou. Ja, la 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 la. Had je voor de sfeer, voor de sfeer. Had je voor de sfeer. Twee slokken, hè? Twee. Timo, Timo, dood. Timo hangt echt. Ah, dat zit Timo. Timo, je moet nog, je hebt geen slok genomen. Nee, je moet het doorslikken. Door. Wat zijn de odds dat je mijn keer achterover gooit? Nee, kan het niet. Timo, je moet twee slokjes zijn. Timo, nee, ja? Twee slokjes. Ja, kom, gooi hem achterover. Je hebt nergens verpest. Yeah. Hup, ja. Slikken, slikken, slikken. Slikken, anders moet je eruit. Timo, doorslikken. Slikken door. Timo. Timo. Oké, okay, ik ga eruit. Nee, Timo, kom op. Je hebt nog een kans. Slik het gewoon door. Okay, je hoeft maar één slokje. Gewoon in één keer. Waarom kom ik hier mee? Waarom kwam jij hier mee, Nicole? Wij horen bij elkaar. Ik mocht van jou echt vieze dingen. Timo, go. Klopt. Slik hem in één keer door. Gewoon in één keer door slikken. Slikken, slikken. Slok, ja. Oh! Je moet nog een slok, hè? Je slok één. Nee. Ik had gezegd er eentje. Nee, twee. Ja, je hebt hem hoor. Het waren twee slokken, Timo. Timo, het waren twee slokken. Nee! Hij heeft inmiddels bijna die hele beker leeg om te opgedronken. Ja, goed zo. Mijn mond is echt. Ik wil gewoon nukken doen. Ik wil echt gewoon wat drinken. Oh, top, we gaan weer even zitten. Oké, okay, jongens, we gaan een challenge doen. We zitten er al best wel een poosje in en onze handen gaan al een beetje verrimpelen. We gaan niet verstoppertje spelen. Ik heb hier een zak met snoepjes. We gaan die allemaal in het zwembad gooien, Tim. En degene die de minste snoepjes vindt, die moet het bad nu al verlaten. Ja, we gaan gewoon een challenge doen. Nu al, Timo. Komt ie, even hier wat snoepjes. Timo. Ze drijven toch niet? Nee. Ja, ze drijven. Nee hoor, er liggen gewoon heel veel op de grond. Ja? Van. Zijn wij er klaar voor? We gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Pak snoepjes. Timo, ja, dat zie ik wel snoepjes in je handen. Ik heb er nu één, die heb ik weggegooid. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik heb er 2. Hoeveel zit er daarin? Ik voel er drie, ja? Ik heb een pan. Hebben jullie nog geen? Nee. Ik heb er 1. Ik heb er 5. Ik heb er 1. Nou, top. Ik heb er 5, dus ik heb sowieso gewoon, ik kan blijven zitten. Maar. Oh! Oké, Mees kan ook blijven zitten. Oh! Nee! Yes! Wij hebben Lars heel hard genaaid. Onze de heer, mag eruit! Ah! Ja, Tim, je gaat eruit! Tim, doei! Doei, Tim! Tim, helaas! Mag ik het bad verlaten? Ik had er gewoon zoveel. We hebben wel lekker snoepjes. Ze zijn wel nat, maar we gaan even lekker smikkelen. Nou, Tim, stap maar lekker uit. Tim is eruit, hij bleef er nog in zitten. Maar Tim moet ook gewoon weg, want anders duurt het veel te lang. Willen jullie wat drinken? Nee. Lars! Nee. Wil jij een drankje? Ik maak hem. Ja. Oh, daar ging het op. Hier. Kijk. Alsjeblieft. Wil je ook wat? Nee, ik hoef niet. Niet? Lars nog? Ja. Yes. Timo, we kunnen hier nooit meer in zitten. Ah, top. Dit gaat lang duren. Ik denk dat er niemand uitgaat. Even moeilijk maken dan. Ja, Tim. Nicole en ik gaan even wat verzinnen, waardoor hun er allemaal stuk voor stuk uit moeten gaan. Goeie, vind ik een hele goeie. Top. Oh, nou, dan ga ik even op mijn telefoon. Ik ga de timer aanzetten. Je mag maar 15 minuten had ik gehoord, hè? Ja, okay. Dus dat komt goed. Zie je soon. Ja. Nou, we hebben een verrassing voor ze. En dat is... een mooie ballon. Ik ben als ze dood, die knap hier binnen. Oh, maar hij is echt goed gelukt. Een mooie ballon. Ja, ik gooi hem er maar gewoon. Ik weet niet wat ik ermee moet eigenlijk. Oh, hij is geknapt. Nou, dit gaan we nog een keer doen, maar even iets beter, hè. Even iets goors maken. Iets te eten dit keer, denk ik. Is dit heel pittig? Ik weet het niet. Zo, dus één, we doen gewoon niet te vol. Kleintje. En daar komen we zo bij terug. Zo, die zien we zo weer. En dan nu maken we even 2 eetlepeltjes. Ik ga er gewoon een mixje van maken. Klein beetje hoor. Niet te veel. Het blijft ook niet echt lekker liggen. Ik weet ook niet of het echt pittig is of niet. Wil jij het proeven?
Dat is heel vies. Ah, joh, dat gaan ze heel kut vinden. Oh, zal ik er eentje meenemen? Ja, hier, pak je. Dat is heel kut. Nicole, dat is echt heel kut. Doe er meer op dan. Oké. Okay. Een beetje gemorst ook. Oh. Yes! We hebben iets voor jullie. We hebben iets voor jullie. Jullie moeten natuurlijk ook een beetje, ja, af en toe wat binnenkrijgen in zo'n bad. Dus jullie mogen allemaal een lepeltje. Ik denk eerst Lars even gaan voeren. Wat is het? Wat is het? Lekker chili saus. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga eruit. Nee, Timo. Ik kan niet zo snel. Ik hou niet van chili saus. Ik kan niet zo snel opgeven. Dus tabasco, okay, dat stond daar. Allemaal tegelijk, ja? Nee, ik ga dit niet doen. Ik ga geen chili saus. Ik hou het niet. Het is tabasco, ik vind dat echt vies. Godverdomme, nee, ik ga dat niet doen. Tabasco echt, kom maar. Als ik me nu opoffer, dan hoef je er niet uit. Iedereen moet het doen. Offer jij je op? Nee, anders gaat iedereen eruit. Nee, maar ik durf het niet. Timo, doe gewoon, scheid. Wat is dit, heet of scherp? Nee, het is gewoon vies. Nee, het is niet heet. Gewoon vies. Weet je het zeker? Ja. Ja, gewoon doen, joh. Mag ik als eerst gaan doen? Ja, doe maar. Wel scherp, hè? Ja, het is heel scherp. Doe maar, mee. Zweer je het op je moeder? Ja, het is een klein beetje pittig, maar niet super pittig. Ik kan daar echt niet tegen. Het is niet super pittig, mees. Het is gewoon een kutsmaak. Doe het maar gewoon. Dat is meer. Doe maar. 1, 2. Oh, dat is zo vies. Nee, 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 Timo, doe maar. Ja, erin blijven. Wat? Ik ga je echt van kotsen. Kom maar, Lars. Nee, ja. Ja, hier nog één. Kom maar, ik geef jou af. Nee, ik doe het zelf. Nee, Timo, dit is vet. Timo, ik zou dit niet doen. Dit is 20 keer erger dan het zelf. Ik doe het zelf, Tim. 1, 2. Hele happen. 1, 2. 1, 2. Huppatee! Ja. Hij moet doorslikken, anders dan telt. Slik het door. Slik het. Wel, Tim. Hoe doe je nu? Fanta, jij hebt niet gezegd. Met Fanta mag. Ja, hij heeft uit. Nee, maar dit is eigenlijk eerlijk. Ik ga eruit, challenge boys, ik wist dit. Ga je eruit? Ja, mijn defeat, jongens. Ja, ik kan wel tegen heet eten, maar die saus, dat is echt, kan echt niet eten. Het is echt heel vies, hè, Timo? Ja. Maar dit telt. Ja, dit, ja? Ja, dit telt wel. Ik heb helemaal niks gebruikt, clean. Ja, dat is wel waar. Ja, maar anders dan is er al één winnaar. Ik vind dan wel dat ik gewoon een glaasje maat mag. Ja. Omdat hij ook... Ja, ik ga even een glaasje water voor jou pakken, mees. Nou, Macy, glaasje water. Dit is sowieso geen water. Jawel. Zo water? Ja, sorry, warm water. Wat een lul hoor is dat. Oké, ik heb iets slims bedacht. Vorige keer kregen we van Domino's super lekkere pizza's. En was het ook redelijk snel geleverd. Ik heb ze gewoon weer een DM'tje gestuurd. En als het goed is, komen ze met een kwartiertje onze pizza brengen. Dus hebben Mees en ik lekker eten in het bad. Jij krijgt natuurlijk ook wel wat, maar... Ja, nou, dat zeg ik, heb ook honger. Ik heb hier iets. Jullie mogen kiezen. Willen jullie deze ballon of de andere? Wat is de andere dan? Ja, dat weet je niet. Deze. Ja? Nou, dat is mooi, want die krijg je andere gratis bij. Oké, jongens. Wacht, waar is die dobbelsteen? Moet het leuk maken natuurlijk. Wie het laagst gooit, krijgt deze. En dan is direct de andere voor de ander. Oké, ik zit echt vol met water. Zes. Yes. Dat is wel een top. 2. Nee. Ja, dat betekent dat meest deze krijgt. Ja? Ja. Hoedels, losse stressels. Oh, Tim, ik heb net een broek aangetrokken. Die is zeiknat. Ik ben ook zeiknat. Nee, Timo, wat denk je dat het was? Warm water? Het was koude warm. Dan gaan we nu eventjes die van jou halen, Timo. Mees heeft hem net gehad. Oh, ja hoor. In de vriezer geweest, Lars. Oh, ik weet, hij heeft hem in de vriezer gelegd. Timo! Klaar? Wacht. Nee. Ready? Ja. Oh, het is echt koud. Hoe lang zitten we er al in? We zitten echt wel langer dan een uur in al. Ja, al een tijdje. 2 uur of zo. Ik weet het niet. Ik zit er al heel lang in. Nou, het is gelukt. We hebben pizza. Kijk eens. Niet bij op zich. Lekker man. Ja, hoe ga je dat nou doen, ja, Timo? Dit is top. Domino's verzorgt dat eventjes, hè? Ja, maar dit doen ze ook goed, hoor. Ja, ik denk toch dat jullie hier iets je best voor moeten gaan doen, jongens. Kijk, bonnetje erbij. Ik heb op zich wel een idee. Ja. Succes, Mees. Jij mag. Hey, dankjewel, man. Hartstikke bedankt. Hoi, hoi. Timo, wat heb ik gewonnen? Jij hebt gewonnen. Weet je wat je hebt gewonnen? Nee, helemaal niks. Ja, nou, Mees. Win ik een keer iets? Eigenlijk ben je nu wel echt mijn beste vriend.
Ja, top. Want jij hebt het meest over voor mij. Weet ik. Meest high five. Ik heb gewoon viezigheid gegeten. Je hebt viezigheid gegeten. We gaan even lekker genieten van wat eten in de jacuzzi. We hebben er best wel lang in gezeten. Ik denk dat we een kleine 2 uur in de jacuzzi hebben gezeten. En nu gaan we even genieten. Het is nu ook ineens koud. Kijk even deze hele troep. Hier besluit ik wel gelijk de video. Voor je dan een superleuke video. Even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En wel niet geabonneerd. Dan moet je natuurlijk even abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.